BGA evalueert concept genderplannen met ministeries. Het Bureau Genderaangelegenheden, BGA, heeft twee concept genderplannen besproken met stakeholders van verschillende ministeries. Het gaat om het Genderactieplan 2020 tot 2021 en de Genderbeleidsvisie 2021 tot 2035. Deze documenten zijn onder begeleiding van consultant Annette Chauncey-Vat samengesteld op het Bureau Genderaangelegenheden vanuit het raamwerk van de verschillende verdragen die wij hebben getekend op het gebied van gendergelijkheid, zegt Melissa Deel van het BGA. Het bureau resideert onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. De plannen zijn aan de hand van prioriteitsgebieden samengesteld. Met de stakeholders is nagegaan of de plannen voldoen aan de korte en lange termijn doelen die moeten leiden tot gendergelijkheid. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.